staan nu in de zaal waar Glory Rivals 2 gaat plaatsvinden. Gruwelijke partijen, dat het een en al spektakel. Dus ik zou zeggen, blijf deze video kijken. En wie weet zie je wel je favoriet vechten op beeld. Ciao! Ridda, je hebt gewoon gewonnen, man. Ja, man. Hoe ging de wedstrijd volgens jou? Ja, hij ging best wel gewoon lekker. We hadden een korte voorbereiding. We hebben de partij 3,5 week van tevoren aangenomen. Dus ja, gewoon de uiterste eruit gehaald en gewoon goed gepresteerd. De planning dan? Je hebt net gevochten. Wil je die titel weer zo snel mogelijk binnenhalen? Tuurlijk, dat is wel de bedoeling. Ik weet niet tegen wie Daman als eerst gaat. Dus ja, wanneer Fusion mij weer die kans geeft, sta ik er gelijk voor open, man. Ga genieten van je winst en dan tot snel bij de titel, man. Broeder, wat een partij. Dankjewel, dankjewel. Wat gaat er door je? Ja, wat niet, man. Ik heb gewoon alles gegeven. Na dat verliespartij heb ik gewoon, heeft het heel veel invloed op me gehad. Maar ook goede invloed, want ik heb gewoon skills gezet op mijn trainingen. Ik heb alles op alles gegeven de uitslag is duidelijk. Knockout, eerste ronde. Ik ben blij, alhamdulillah. We hebben hard getraind en ik denk dat ik gewoon wat ik heb gewoon gekregen, wat ik heb verdiend. Je riep aan het einde van je partij Michael en Edwin van alles op. Ja, wat vroeg je? Ik wil mijn belt terug, wat van mij is. Want iedereen weet wie de echte winnaar was die avond. Kijk, ik ben niet iemand die veel praat, ik ben niet iemand die ooit huigt praat, maar ik praat gewoon, het is gewoon feit. Ik heb hem 2 keer neergehaald. En oké, ik heb het erop gegeven. Het is gewoon vechtsport daarbij, maar uiteindelijk, iedereen heeft gezien wie de beter was die avond. Hij mag die belt nu hebben, maar ik wil hem sowieso terug. Binnen nu en een jaar, niet eens een halfjaartje, 2 maanden, ik wil hem gelijk terug. Oesman, ga lekker je winst vieren en tot snel dan, denk ik. Ja, man. Ik wil jullie ook bedanken. Ik wil sowieso Enfusion bedanken. Mike van Oos, Edwin van Oos sowieso. Mijn trainers, mijn broeders, supporters, trainingmaatjes, iedereen. Tot de volgende keer, man. Oes. Oes. Boys, Glory Rivals, wat brengt jullie hier? Mooie gevechten, man. 100% mooie gevechten. Leuk gezelschap. Brada is er ook bij. Sowieso, we zijn er, man. Je weet, overal waar een kickboxgala is, waar leuke partijen zijn, zijn we altijd wel aanwezig, toch? Zijn er bepaalde partijen waar jullie echt naar uitkijken? Ja, ik ben eerlijk gezegd aan het kijken naar die boys, hoe ze aan het knallen zijn. En ik ben gewoon aan het kijken naar een paar goede atleten die ik voor MB Nutrition kan pakken, man. Die ik gewoon nog meer kan motiveren om het maximaal uit hun te halen, man, bro. Je bent vandaag aan het scouten naar talent. Ja, ik ben een kleine scout hier aan de kant hier zo. Ik ben die boys aan het scouten. Ik zie veel boys die echt knallen de laatste tijd. En ze missen gewoon bepaalde dingetjes. En misschien kan ik ze daarbij helpen, man, bro. En jij, ben je ook nog aan scout voor Astos? Ik ben hier voor deze gym, man. Sowieso, hun supporter is sowieso ook Astos, dus ja. Dat heb ik sowieso. Maar Clyde Brunswijk gaat straks vechten. Team deze gym staat aan die kant. Dus ik ben hier sowieso voor de support, toch? En ook dankzij jouw uitnodiging natuurlijk, man. Sowieso. Dan wens ik jullie veel plezier en dan spreken we misschien elkaar daarna weer, hè? Rustig. Veel plezier. Broer, hoe ready ben je? Heel ready, man. De zinnen. Ja, man, heel goed. Wat kunnen we verwachten? Kleine voorspelling. Ik weet dat je moet voorbereiden. Een mooie wedstrijd, vuurwerk. Straks kan je alles zien. Wees veel succes en dan spreek je straks weer uit. Geworden. Bro, ik heb genoten van jouw partij. Hoe vond je het zelf gaan? Dankjewel. Ik vond het heerlijk gaan. Ik voelde me weer als de oude. Weer die druk zetten en gewoon ook doen wat er de vorige keer dan misging. Ja, want wat ging er dit keer beter dan de vorige keer? Dat ik het ook deed. Ik bleef niet alleen druk zetten, ik bleef ook aanvallen. Ik bleef ook gewoon combineren en ook counteren.
Yes. Ging de wedstrijd een beetje zoals je had gepland, een beetje zoals je had gedacht, of was het iets moeilijker of iets makkelijker? Ik verwacht alles. Dus als het moeilijker was geweest, dan had ik het ook verwacht. Ik schat mijn tegenstander altijd hoog in. Nooit hoger, maar wel hoog. Je hebt gewonnen. Wat staat er nu vervolgens op de planning? Glory Rivals 3 of iets anders? Ik hoop het. Ik sta klaar voor iedereen. Dus ik ben ready voor whoever, whenever. El Boone heeft natuurlijk eerder gewonnen, vorige wedstrijd. Hij gaat vanavond weer vechten. Zou je een rematch zien zitten? Ja, zeker. Zeker. Ik wil mijn fouten weer redeemen. Dus ik wil graag weer tegen hem. Nou, dan voor een matchmaker, Glory Rivals 3 rematch. Ik wil je feliciteren. Gefeliciteerd met de winst. Hoe ga je het vieren? Ontspannen. Ontspannen. Gewoon relax. Niet te gek? Nee, nee, nee. Gewoon ontspannen en maandag weer trainen. Oei. Well, this is another winner. All this fight is the manager. Glory Rivals, bro. Wat brengt jou hier vandaag? Ja, ik kom twee vrienden aanmoedigen. Ibi vooral, El Boone en Jos. Die vechten allebei. En Ibi is echt mijn mattie. Dus vandaar dat we hier zijn. Gaat hij winnen, denk je? Ja, 100%. 100%. Schip, hij is fit, hij is scherp. Dus, Jij traint natuurlijk met de beste jongens, weet je. Je bent de sparringspartner van Badr Hari en noem maar op. Wanneer kunnen we jou de ring in verwachten? November. November? 19 november. Hoe of wat, dat weten we allemaal nog niet, maar in november gaan we draaien. Dus, op Glory gewoon, in november? Ja. Tegenstander mag nog niet... Weet ik zelf ook nog niet. Dus, dat we gaan draaien is zeker. Nou, dan wens ik je veel succes en veel plezier vanavond. Rustig. Hoe goed ben je voorbereid? Goed man, ik ben helemaal voorbereid. 8 weken gehad, getraind. We staan er helemaal klaar voor, man. Wat ga je zo meteen doen? Vertel ons. Ik kan niet zeggen wat ik ga doen, maar wat ik weet, ik ga voor de winst. Dus ik ga sowieso winnen straks. Verwacht een winst van Frank. Dus dat is wat ik weet sowieso. Dus. Maar ik weet niet of KO of punten, maakt me niet uit. Het belangrijkste is, ik moet winnen. Dat is wat ik weet. Ga je de winst meenemen naar België? Sowieso, bro. Sowieso. Ja, ja. Nee, kom door joh, het is echt goed, loop maar. Ik voel je, kom door, alsjeblieft. Alsjeblieft, kom! En de gruwelijke partij gevonden, vond ik. Je ging bijna spelen met hem, zo leek het. Wat gebeurde daar? Ik zag dat hij in de tweede of derde ronde niet meer wilde. En ik dacht, nou, ik wil gewoon 3 rondes met deze man knokken. Anders lijkt het een beetje een eitje en hij ging steeds een beetje naar achter. Want ik wist wel dat ik hem leeg ga trekken met die tips naar zijn lichaam en die stoten. En laten missen, ik heb hem heel veel laten missen. Ik heb bijna geen stoot op mijn hoofd gehad, gelukkig. En ja. Dus dat was de gameplan, man. Ja, want je liet hem al eerder wankelen. Je kon hem eigenlijk al afmaken. Liet je het expres tot 3 rondes komen? Ja. Was dat de gameplan? Ja, geen risico's nemen. Vooral dat, snap je? Meestal kun je 3-4-0 voorstaan en dan krijg je 1 klap. Dan ga je neer, snap je? Dus dat willen we niet doen. Want we 5 november gewoon nog vechten, inshallah. Staat het al vast tegen wie je gaat? Waarschijnlijk. Het staat nog niet vast tegen wie, maar wel een naam. Dat was die Turkse jongen. Bali. Die heeft gewonnen, verloren? Hij heeft verloren. Oh, helaas. Ja. Dan gaat hij nog een keer verliezen, denk ik. Ja, bro, ik wil je succes wensen. Want,
Wat zijn je ambities, bro? Wat wil je nog bereiken hier? Ja, ik kom hier gewoon om de min 95 kilo over te nemen. Dus ga het sowieso gebeuren. Inshallah, volgend jaar. Ik denk dat de mensen die hebben gekeken naar je partij bang zijn geworden. Want volgens mij hebben wij gewoon een nieuwe champion. Ja, ze hoeven niet bang te worden, ze weten wie ik ben. Alleen ze moeten gewoon wel er zijn. En dan zullen ze wel... En terugvechten. Ja, precies. Precies. Hoes, dankjewel boys. Hoes. Sta je naast Michael van Os, een van de organisatoren of misschien wel de organisator van dit gala. Hoe vond jij het gaan? Nou, ik denk dat we een heel geslaagd evenement hebben gehad. We hadden natuurlijk een uitverkochte hal, mooie partijen. Ik denk, beter kon ik niet wensen. Wat kunnen we nog meer verwachten van Glory Rivals, van jouw gala's? Wat kunnen wij verwachten? Van Glory Rivals kan je een gala in Amsterdam verwachten, 5 november. Dat gaat eraan komen. En in de toekomst weten we nog niet helemaal hoe we het gaan doen met Glory. We hebben nu 3 gala's op de planning staan, waarvan nog 1 te gaan. En we gaan zien wat de toekomst brengt. En qua Infusion gaat er gewoon heel veel vuurwerk aankomen in 2023. We gaan vol gas geven en er komen mooie dingen aan. Ik hoop het, man. En wij gaan je zeker checken en wij blijven reports maken. Ciao. Top. Dit was Glory Rivals 2. Ik heb genoten. Wat een spectaculair event met mooie gevechten. En ik hoop dat jij de volgende keer erbij bent, want ik ben er weer bij. Dus ik zou zeggen, oesh.